leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de collectie Mickey & Friends uittesten van Essence. De collectie ligt niet meer in de winkel, maar is online nog steeds te koop. En omdat die online nog steeds te verkrijgen is, dacht ik, ik kan er nog wel een video over opnemen. Ik zal jullie een aantal producten laten zien die ik van die collectie heb gekocht en dan gaan we het samen uitproberen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik heb gekocht en wat ik ervan vind en hoe ze eruit zien op mijn gezicht, zou ik gewoon even zeggen, kijk maar gezellig mee met deze video. Het is dus wel even geleden dat deze collectie in de winkel was, maar zoals ik zei, online is die nog steeds te koop, dus vandaar dat ik hem toch nog graag wil uitproberen. Ik heb een aantal producten gekocht. Ik heb allereerst twee Bounty blushes gekocht. Op deze staat Mickey Mouse en deze heeft de naam 02 Another Perfect Day gekregen. En ja, oh, het is weer zo'n doosje waar ik moeite mee heb om open te krijgen. Wat is dit? Oh ja, er zit ook een blaadje op, die haal je eraf en dan is dit de blush. Hij is dus bouncy, hij is eigenlijk een beetje bol. Ik vind het ook wel een baked effect hebben. Dan zal ik hem gelijk even swatchen en dan zal ik die andere er zo gelijk maar eventjes naast doen. Dat is wel zo handig, maar ik veeg even de swatch van mijn vingers weg, want anders dan smeer ik alles onder. En ik heb ook deze variant en hier staat Minnie Mouse op. Deze collectie is dus niet alleen Mickey Mouse staat erop, maar ook zijn vrienden. Deze heeft de naam 01 Never Grow opgekregen en die zal ik uiteraard ook even laten zien. Deze gaat iets makkelijker open als die andere net. Ook hier zit weer zo'n blaadje op en dan is dit de blush. Ook weer heel erg mooi, net een iets ander tintje. En ja, ik vind hem er eigenlijk wel mooi uitzien. De swatches zien er zo uit. Dit is de Mickey variant en dit is de Mini variant. Dus de pigmentatie ziet er goed uit, moet ik zeggen. Dan is er ook echt een super cute lipbalmpje. En hier zit 10% met almondolie in. En deze is van Mickey. En wat ik zo leuk aan deze vind, hij heeft waarschijnlijk een naam die ik niet kan lezen, want het is echt super klein. Als ik de naam terug kan vinden, zal ik die nog even in beeld neerzetten. Maar wat dus zo leuk is, hier staat ook echt een mini Mickey hoofdje in. Dat vind ik echt wel super leuk eruit zien. Dus dat maakt hem net weer wat bijzonderder. Ik ben benieuwd of die kleur afgeeft. Ja, dat doet hij. Kijk, hij geeft ook kleur af. Dus echt super leuk. De prijzen die trouwens in beeld staan, dat zijn de adviesprijzen. Het kan zijn dat als je online deze collectie nog aan zou willen schaffen, dat de producten met korting te koop zijn. Maar ik heb even de adviesprijzen aangehouden. Dan heb ik ook een prachtig oogschaduwpalet. Ze hadden meerdere varianten. Op deze staan Mini en Katrien. En deze heeft de naam 02 Imagine Has No Age. En op de achterkant zie je ook de kleuren die in het palet staan. En dit voelt heel bol aan. Dat vind ik heel leuk. Maar wat ik heel bijzonder vind, als je de paletten opent, dan heb je hier een klein spiegeltje. En hier popt dan Mini op. Dat vind ik echt wel heel erg leuk. Een soort 3D effect. Ik zal even het blaadje eraf halen, zodat jullie goed de kleuren kunnen zien. Wat ik al gelijk ook heel erg leuk vind, is sommige zit een strik verwerkt. Sommige kleuren. Die kun je bijvoorbeeld, moet ik zelf ook even kijken hoor. Dat is voor, hier zit er eentje en hier zit er eentje. Wat wel super leuk is. De namen staan van de kleuren staan er ook onder. Dat vind ik ook heel leuk. Ik neem even wat kleuren op voor de swatch uiteraard. Dan zijn dit de tinten. Het zijn weer tinten waar ik van hou, maar die misschien een beetje vaak terugkomen. Ook super leuk, maar ik vind het wel een eye-catcher hoor, dat paletten, moet ik zeggen. Dus dat is die. In verschillende varianten dus verkrijgbaar. Ook was er een mascara. En dit is de False Lashes mascara, maar dan in Mickey variant die Extreme Volume en Curl belooft. Hier staat Minnie Mouse op afgebeeld. Ook wel echt super leuk. Heeft hij een naam nog? Nee, niet dat ik zo kan zien. Nee. Het borsteltje, dat is er eentje waar ik zelf heel erg van hou. Ik hou wel van dit soort borsteltjes. Ik zie hier wel een hele klomp mascara aan zitten. Dus die moet ik, voordat ik hem aan ga brengen, natuurlijk wel even afvegen. Maar dat gaat heel makkelijk. Dus die vind ik ook wel echt super leuk en cute eruit zien.
Dan zijn er twee fixing spraytjes. Eentje van Katrien en eentje van Minnie Mouse. Dit is, het is een Happy Mood en Fixing Spray. Dit is dan de Katrien variant. Super schattig. Deze heeft de naam 010 Getter Makes Me Happy. Het zijn een beetje lastige namen. Hij heeft een vrij basic sprayflaconnetje waar dus de fixing spray uitkomt. Het ziet er echt super schattig uit. En ik heb hem dan ook in de variant van Minnie Mouse. Is verder hetzelfde. Heeft de naam 020 Nature The Anecdote to Stress. Dus ik ben wel benieuwd, omdat het eigenlijk een relax mood en fixing spray in één is, dat je er waarschijnlijk ook relaxed van gaat worden. Ik weet niet of dat zo is. Ook heb ik twee nagellakkleurtjes. Dat zijn deze. Eentje met Donald Duck erop en eentje met Mickey Mouse. Ik heb zelf die van Donald Duck op dit moment ook op. Het is een mooi nagellakje. Ik moet wel zeggen dat hij wel wat sneller chipt. Maar goed, dat neem ik wel op de koop toe. Hij heeft een vrij basic kwastje waar je prima de nagellak mee aanbrengt. Maar de dekking is eigenlijk heel erg goed. Die van Donald Duck heeft de naam 02 Full gekregen. Ziet er wel leuk uit. En deze heb ik er dan ook. Dat vind ik ook een leuk kleurtje. Wat ik ook wel heel leuk vind. Ze hebben een metallic effect. Als je bijvoorbeeld één nagel doet met glitter. Maar dat vind ik. Ik vind het daar nu de tijd van het jaar niet voor. Maar het is wel een leuk effect. Deze heeft de naam 01 Adventures Awaits gekregen. Dus ook super leuk. En dan heb ik nog als laatste. Twee. Balmy klosjes. En dan heb ik er eentje van Mickey Mouse. Die ziet er ook echt super leuk uit. Het zijn twee leuke kleurtjes. Die heeft de naam 01 All Time Classic gekregen. Dus het is een beetje een nude kleurtje. En kijk. Wow. Ruikt echt super lekker. Heeft een hele grote applicator. Ik ben wel benieuwd hoe dat werkt. Want ik heb wel meer van dat soort lipglossjes. Maar ik moet zeggen, ik moet er altijd nog even aan wennen. Dit is dan de variant van Minnie Mouse. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Want dat goud, dat glinstert zo lekker in de camera. Die heeft de naam 02 Back to Nature gekregen. Dus dit zijn de producten die ik uit die collectie had gekocht. Ik ga even een haarbandje in doen. En dan gaan we samen het even uitproberen. Om te kijken wat het doet voor het gezicht. Oké, ik heb jullie ingezoomd. En dan gaan we beginnen met de blush. En ik ga die van Mickey gebruiken. Ik ga het spiegeltje uit het paletten gebruiken. Het is natuurlijk niet super groot. Maar ik denk dat ik het daar wel mee red. Heb ik nou de goede kant open? Nee. Ja, dat moet wel lukken. Ik breng een beetje aan op mijn kwast. Ik ga niet gelijk heel veel doen, want ik voeg liever iets erbij toe. Mocht je denken, heb je nou van die donkere strepen op je gezicht? Ik heb net een stick ook uitgeprobeerd, die niet bij deze collectie hoorde. En die is een beetje donker uitgevallen, maar ik heb het zo goed mogelijk proberen te blenden. Maar misschien dat het je nog opvalt. Zijn jullie ook Disney fan? Ik vind zelf Disney echt super leuk. Ik vind Disney altijd heel tijdloos, want ik vind het is voor elke leeftijd. En vroeger werd het alleen meer voor kinderen gedaan. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik heb er nu een paar laagjes op zitten. Ik moet zeggen dat hij er leuk uitziet op mijn gezicht. Dus ik doe de andere kant. Ik heb er gewoon heel zachtjes in gedipt. En niet al te veel. Zo. Ik breng liever een paar kleine laagjes aan. Dan dat hij echt heel intens kleurt, want dan krijg je die zo moeilijk af. Maar ik vind hem er eigenlijk zo best wel natuurlijk uitzien. En dan vind ik het kleurtje ook echt wel heel erg leuk. Ik weet niet zo heel erg goed wat een bouncy maakt, maar ik vind het wel een leuk kleurtje zo. Dus die vind ik heel geslaagd. Voordat ik de ooglook ga maken, ga ik toch eerst nog even de lippenbalsem aanbrengen. Want ik wil toch even weten hoe die aanvoelt. Licht tintje, maar het ziet er al wel heel erg leuk uit. Het is wel zo'n lippenbalsem die het ook wel heel geschikt maakt om te dragen eigenlijk. Als je gewoon heel erg last hebt van je lippen en toch een kleurtje wil. Dat vind ik wel er leuk uitzien. Dus ik ben benieuwd hoe die nu aanvoelt. Ik heb op dit moment ook een beetje droge lippen. Dus kan ik mooi eventjes kijken wat die gaat doen verder voor mijn lippen. Dus dat voelt fijn aan.
de ooglook. En ik moet eventjes kijken, want waar heb ik zin in vandaag? Ik ga beginnen, denk ik, met deze kleur. Deze, die hierin zit. Als transitiekleurtje. Hij is misschien wel wat aan de donkere kant, maar dat maakt niet heel veel uit. Hij neemt op zich wel goed op. Ik vond het ook best wel moeilijk om een keuze te maken, omdat er dus meerdere paletten waren. Ik had zoiets, nou, ik kies er gewoon eentje uit. En dat is dus deze geworden. De pens zijn niet heel erg groot, waardoor het dippen het een beetje vermoeilijkt. En omdat dat paletten dus zo werkt, ik had beter een ander spiegeltje kunnen pakken. Maar goed, we hebben het nu al zo gedaan, dus dat maakt nu ook niet meer uit. Dan vind ik dat voor nu eigenlijk wel heel erg leuk. Daar ga ik dan overheen met dit kleurtje. Het donkerdere. Om een beetje diepte te creëren. Misschien is hij te donker, maar dat gaan we dan zo ook wel weer zien, toch? Het maakt ook niet zo heel veel uit. Ik doe lekker waar ik zin in heb. Als jullie achtergrondgeluid horen, ik heb de ventilator aanstaan. Er zit ook natuurlijk weer eens een kat op de kattenbak. Maar het is nog best wel warm, dus ik hoop het huis een beetje te koelen. Ik ga dit even blenden met elkaar. Gewoon meer even de harde lijntjes eruit hoor. Dan vind ik hem eigenlijk al best wel mooi. Dan ga ik op de ouder V ga ik deze kleur gebruiken met die leuke afbeelding van Mickey of Minnie. Het hoofdje eigenlijk. Die neemt goed op, moet ik zeggen. Ja, sorry jongens, ik heb het idee dat altijd als ik in mijn video's altijd katten op de kattenbak te horen zijn. Maar ik kan er gewoon niks aan doen. Op de een of andere manier vinden ze het leuk om op die kattenbak te gaan als ik ga filmen. Ja, ik heb gewoon niet zo heel veel mogelijkheden om te filmen in huis. Omdat ik gewoon ook altijd een beetje goed moet kijken van waar komt het goed voor jullie over. En wat is ook een beetje een rustige achtergrond. Ik hou zelf niet van een hele drukke achtergrond. En ik vind dit plekje gewoon altijd het handigst om te gebruiken. Maar ja, dan hoor je wel altijd die kattenbak geluiden. Ja, dat vind ik eigenlijk ook al wel mooi. Dat gaan we ook weer even blenden. Ja, je moet wat hè, met huisdieren. Oh, 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 oh. Waarom doet zij dit? Vraag je je dan af, hè? Zo, ziet er leuk uit. Ik vind het wel een vrolijk kleurtje. Dan ga ik deze kleur ga ik op de bewegende ooglid aanbrengen. Normaal gesproken zou het leuk zijn als ik de namen erbij noem. Maar ja, ik heb de bril niet op en zonder bril kan ik het echt niet lezen. Ja joh, we gaan er ook nog even bij miauwen. Wat is het toch gezellig, hè? Maar ja. Die is wel vrij zacht, moet ik zeggen. Maar op zich maakt het de look wel mooi. Het enige wat ik zelf een klein beetje mis, is een echt highlight kleurtje in het paletten. Ja, het ziet er wel leuk uit. Het maakt hem dan nog net toch weer een klein beetje wat zachter. Ik ga dus dit kleurtje gebruiken voor, voor de binnenkant van mijn ooghoek en op het wenkbrauwbod. Hij is niet echt highlight, moet ik zeggen. Dus dat is iets waarvan ik denk, ja, die had er van mij nog wel in mogen zitten. Maar ja, goed, ze hebben dat niet gedaan. Dat is prima, het is wat het is. We moeten ook niet zeuren dan maar, hè. We moeten maar nemen zoals het komt, denk ik dan maar.
En dan ziet de ooglook er zo uit. Ik zal in ieder geval eventjes mijn... Ik vind hem zo in ieder geval wel heel erg leuk uitzien, hoor, moet ik zeggen. Ik ga even mijn oogpotlood en mijn eyeliner aanbrengen. En even mijn wimpers krullen. En dan gaan we samen de mascara proberen. Zo, dat zit er ook weer op. Dan ga ik nu de mascara aanbrengen. Oh ja, ik moet wel even kijken dat die... Maar die had ik er al een beetje afgeveegd. Dus die zien we nu niet meer. Dus ik ben wel benieuwd, hoor. Zijn jullie iemand die hele lagen aanbrengt of gebruiken jullie niet zo heel veel? Ik ben dus iemand die niet hele lagen gebruikt omdat het gewoon knijtertje hard wordt. En ik vind dat gewoon echt niet fijn. Wat nu ook wel echt een trend is om twee mascara's te gebruiken. Heel veel mensen doen dat ook. Maar ja, omdat die wimpers zo hard worden vind ik dat dus altijd heel erg lastig. Ik moet wel zeggen, ik zie wel echt wat gebeuren. Voor mijn gevoel doet hij wel echt wat voor mijn wimpers. Ja, ik heb wel het idee dat hij echt wat volume geeft en ook gewoon lichte lengte of zo. Dat is wel heel fijn. Ja, even de onderkant. Gaat het bij mij nog wel eens mis? Zal ik hem er even opnieuw indopen voor de andere kant? Ik ben eigenlijk best wel onder de indruk zo. Praten en mascara aanbrengen vind ik altijd heel lastig. Maar ik vind het ook zo ongemakkelijk als er zo'n stilte valt, hè? Nou, ik vind hem wel mooi hoor. Nou, wat vinden jullie ervan? Ik vind hem eigenlijk wel heel erg tof. Ik vind hem er wel goed uitzien. Als ik het zo zie, denk ik van ja, ik heb wel het gevoel dat hij echt wat voor mijn wimpers doet. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik ga nu eventjes de lippenbalsem eraf halen. En dan gaan we even de... glossy balm aanbrengen. Ik heb besloten dat ik voor de variant van Catrine ga. Sorry, Minnie Mouse. Hoe kom ik nou weer bij Catrine? Ik raak helemaal in de war met al die beestjes. Ja, hij voelt op zich wel lekker aan. Plakt wel als een malle. Ik zie alleen niet heel veel kleur. Het is wel echt een beetje nude-nude. Misschien dat ik het leuker vind om hem over een lipstick heen aan te brengen. Maar op zich ziet het er wel leuk uit. Ik ga even mijn haren doen. En dan kan de mascara even iets indrogen. En dan gaan we nog even de fixing spray aanbrengen. Tijd voor de fixing spray. Ik ga de versie van Catrine gebruiken. Maar ik gebruik nooit superveel. Oh, hij zit nog vast volgens mij. Ik kan hem helemaal niet indrukken. Oh, hij ruikt heel lekker. Hij ruikt naar citroen. Oeh, ik heb niet heel veel aangebracht, maar hij ruikt wel lekker. En omdat hij citroengeur heeft, kan ik me wel voorstellen dat je dus inderdaad een beetje in zo'n relaxte mood komt. Ja, hij voelt wel lekker aan. Oké, dan is de look helemaal klaar met de producten van Mickey en vrienden. Wat vind ik ervan? Nou, die fixing spray die ruikt echt super lekker. Een beetje citroengeur, wat ik net al zei. Ik weet niet of dat ook voor die variant van Mini geldt. Maar ik snap wel dat je hiervan in een mood komt. Om een relax mood. Omdat je echt een lichte citroengeur hebt. En ook wel lekker fris voor de zomerdagen. Dus die vind ik echt wel... Ja, het eerste indruk is goed. Ja, de glossy balm. Hij voelt op zich wel fijn aan, maar wat ik nu dus alweer heb, er plakken haartjes in. En ik vind het jammer dat er niet heel veel kleur van afkomt. En op zich is het niet erg, bij deze look kan een nude gloss prima. Maar ik had het leuk gevonden als hij net iets meer kleur zou afgeven. Ik vind de blush, ja tot nu toe vind ik hem er goed uitzien. Er komt een goede pigmentatie van af.
Ik had echt wel zoiets van, ja, ik vind hem er mooi uitzien. Ik heb natuurlijk alleen deze kleur geprobeerd. Ik weet niet hoe het bij die andere kleur geldt. Maar voor nu denk ik, ja, het ziet er wel eigenlijk leuk uit. De lippenbalsem voelde echt fijn aan op mijn lippen. Ik heb hem natuurlijk niet heel lang getest. Ik ga hem zeker nog langer gebruiken. Maar ik vind hem sowieso er heel leuk uitzien. Ik heb ook echt wel zoiets. Hij voelt gewoon wel lekker aan. Dus ja, ik heb wel het idee dat hij mijn lippen wat verzorging zou geven. De mascara, daar ben ik wel enthousiast over. Ik had echt het idee dat hij mijn wimpers veel langer liet lijken. Als ik nu ook even naar mezelf in de spiegel kijk, denk ik ook echt wel van ja, hij geeft ook echt krul. Hij ziet er echt fantastisch uit. Ja, echt een fantastische mascara. Kan ik niet anders over uitweiden. Het oogschaduwpaletten vind ik ook leuk. De kleuren zijn misschien niet zo uniek. Het zijn kleuren waar ik van hou. Ja, ik vind dat die goed blendt, goed aanbrengt. De kleuren hebben een goede pigmentatie. En het paletten is super schattig natuurlijk om te zien. Nou ja, de nagellak had ik al een beetje verteld, hè. Chipt wel licht, maar heeft wel een mooie dekking. Dus ik ben er wel enthousiast over. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al producten uit deze collectie ook al had gekocht. Of dat je naar aanleiding van deze video denkt, goh, ik ga toch nog even online kijken of ik nog iets uit deze collectie kan vinden. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken. En hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!